Op een schaal van 0 tot 10, hoe trots is de testmachinist? Op een schaal van 0 tot 10 ben ik trots op een 10. En morgen voor het EGI? Morgen gaan wij, als alles goed gaat, voor het EGI beginnen. En waar gaat de reis dan heen? Wij blijven in de buurt van Ommen. Wij gaan naar Assen, Hogeveen en Groningen en dan komen we terug. Eerst grondig onderzoek dus. Vanochtend reed de trein ons land binnen. En van binnen is het nog een wirwar aan kabels en sensoren. We gaan een jaar testen en uiteraard zullen we dingen tegenkomen, want daarom test je ook. Maar we hebben de tijd eruit gepland om alles te kunnen testen, om nog aanpassingen te kunnen doen in de trein, zodat als die in reizigersexploitatie gaat, de trein helemaal af is. 200 km per uur kan de trein halen, maar dat kan die bij ons pas echt als het spoor tussen Amsterdam en het noorden voor 7 miljard euro op de schop gaat. Vanaf 2023 is de nieuwe Intercity in het noorden te zien. Hij is voorzien van allerlei nieuwe snufjes. Standaard tegenwoordig natuurlijk zijn de stopcontacten, USB-contacten, wifi. Dat zijn eigenlijk de dingen waar het meest behoefte aan is. Bijzonder aan deze trein, ook omdat het een Intercity is, zijn de grote tafels. Je kunt er gewoon lekker aan werken. Echte werktafels, ja. Het noorden wil heel graag met 30 minuten sneller in de Randstad zijn. Hebben we nou een trein die het kan, maar het sporen ze nog niet? Ja, we hebben nu een trein die het kan. Dus nu is het echt zaak dat we met elkaar gaan kijken van wat zijn de volgende stappen. En dat gaat nog wel een tijdje duren. Kun je nu al met deze trein toch tijdwinsten halen tussen hier en de Randstad? Vooral als we straks op de Hanselijn kunnen gaan rijden. Want op de Hanselijn kan al harder gereden worden dan de treinen die daar nu rijden. De trein heeft al bijnamen Wasbeer en Wesp, wordt ook al gezegd. In totaal gaan er 79 van deze nieuwe Intercities gebouwd worden. En er werken meer dan 1000 mensen aan.